sta je vandaag met Anne, want Anne heeft een verjaardag en ze wou er iets leuks van maken. En je kan een bos bloemen meenemen, maar ik had zoiets van, waarom maken we niet een mooie plantenschaal voor degene die jarig is? Anne, wie is er bij jou jarig? Mijn moeder is jarig. Jouw moeder is jarig. Ja, ja. En je wist al dat we samen iets moois gingen maken en je kwam er met het idee van, waarom gaan we daar niet ook een mooie plantensteker bij maken? Dat klopt. Ja, je had er hier al eentje liggen. Ja. Die heb jij zelf gemaakt? Ja, die hebben we zelf gemaakt. Want jij werkt bij wie? Ik werk bij Cor Unum. En dat is een bedrijf, een atelier gespecialiseerd in keramiek. Ja. En wij werken in opdracht van bekende ontwerpers in binnen- en buitenland. Hey, en jullie werken ook met een heel speciaal team, hè? Dat klopt. Wij werken met mensen en die hebben afstand tot de arbeidsmarkt. Oké, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja. Nou, we gaan hier ook vandaag iets maken wat ik zelf ook heel mooi vind. Ik wil laten zien dat planten ook een heel mooi cadeau kunnen zijn. En je gaat iets maken voor je moeder. Ik zat te denken, als ik alvast vieze handen ga maken, want hier moet ik natuurlijk niet aankomen met vieze handen. Ik ga hier alvast die plant in zetten. Als jij daar alvast een, ja, ik weet niet, iets op gaat zetten voor moeder, want het is natuurlijk het cadeau waarvoor je moeder gaat maken. Maar wat ik doe, ik zet in het midden de plant. Ik wil ook laten zien dat je niet altijd een schaal helemaal vol hoeft te zetten met heel veel planten. Maar dan zie je dat er aan de zijkant potgrond zichtbaar is. Nou, om dat weg te werken gebruik ik mos. Dan krijg je daar een heel mooi geheel. Perfect. Ik heb ondertussen die plant erin gezet met het mos, maar ik vind hem nog een beetje kaal. Dan hebben we hier nog wat van dat aluminiumdraad is dat eigenlijk. Dat kan je heel makkelijk in elke vorm buigen. Knip er gewoon een stuk vanaf. En wat ik ga doen is, ik ga, omdat je het zo makkelijk kan buigen, een soort van kransje omheen maken van het aluminiumdraad. Als jij daarna met het lint daar ook zo'n eromheen gaat draperen, dan krijg je eigenlijk een hele zachte en ook wel chique krans door dat zilver en het lint. Ik heb hier nog een paar van die hartjes. En die kunnen we dadelijk heel leuk hier gewoon aan het aluminiumdraad zo ophangen. Dus ik zal heel even een haakje aanmaken. Dat doe ik heel simpel. Dat doe ik met van het wikkeldraad. Dan knip ik zo'n stukje af. En dan haal ik hem hier doorheen. Zet hem heel even vast. En dan kan jij hem gewoon op de plek waar je hem leuk vindt, kan je hem hier dan vastmaken. Eerst aan het bloemetje of aan het ijzerdraad. Je kan heel erg uitpakken met nog meer tierlantijnen eromheen. Maar zo heb je wel een heel mooi resultaat. Het enige nog is de finishing touch. De bijsteker die je zelf hebt gemaakt voor mama. Super leuk. En dat is eigenlijk ook wat we vandaag willen laten zien. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Je kan met een bos bloemen komen. Je kan zelfs een plantenbak maken. Een mooie schaal zoals deze. Eén plant erin. Dan heb jij hier zelf die plantensteker erbij gemaakt. En dan zit die twist in. En die komt hier weer heel mooi in terug. En dan maakt die eenheid. En wat het bijzonder maakt, is dat het een hele eigen persoonlijke touch heeft gekregen. Ik ga deze aan jou meegeven. Die is voor je moeder. Een hele fijne dag nog en veel plezier.